Het assembleelid Roger Hopkinson heeft met zijn vragen, lijnen en relaties van de regering met de wereldgigant BlackRock blootgelegd. De NDP-parlementariër zei in zijn toespraak in de tweede ronde van ontwerpwetwijziging Brokopondo-overeenkomst 27 januari 1958 dat Alcoa niet al zijn shareholders heeft bekendgemaakt aan Suriname. Hij vroeg de regering om duidelijkheid in een aantal zaken dat nog onduidelijk is. Een van deze zaken is de shareholders van Alcoa. Het vijfde punt brengt mij op het volgende. Uit onderzoek is gebleken dat de Alcoa niet al haar shareholders kenbaar heeft gemaakt aan Suriname. Althans, ze staan niet vermeld in de transactiedocumenten. Een van de aandeelhouders van Alcoa is sinds 2012 de wereldgigant BlackRock. BlackRock is een maatschappij die wereldwijd ongeveer een 7-8 triljoen Amerikaanse dollars beheert en heeft aandelen in honderden sleutelbedrijven en banken over die hele wereld. Verder is gebleken dat BlackRock de grootste aandeelhouder van Newmont, het buitenlands bedrijf, is. Als ook een investeerder in IAM Gold, het buitenlands bedrijf. Voorts heeft BlackRock shares in Wärtsilä. En deze heeft op zijn beurt. Deze is op zijn beurt agent, dan wel alleen vertegenwoordiger hier in Suriname. De Suriname Gas and Electricity Industry NV. Uit de jaarrapportages van BlackRock is gebleken dat de staat Suriname verschillende leningen heeft genomen bij deze organisatie, waarvoor staatsobligaties als onderpand zijn gegeven. Hopkinson merkte op dat de totale som van de leningen en de rente hierop niet bekend is. Mijn vraag aan de regering, wanneer zijn deze leningen uitgegeven en wat is de totale som waarvoor er geleend is, tegen welk bedrag? Ik vraag de regering om hierop middels de bewijsstukken onderbouwd antwoord op te geven. De overige vijf, met de schuldvernieuwings- en vrijwaringsovereenkomst staat Suriname volledig garant voor de aansprakelijkheden van Suralco en AMS in Suriname. Een grondig en nauwkeurig onderzoek naar de gehele huidige organisatiestructuur van de multinationals en zijn aandeelhouders, inclusief kapitaalsterkte, is noodzakelijk om te bepalen waar de risico's liggen. Roger Hopkinson, assembleelid van de NDP, gisteren in het parlement. De parlementariër heeft lijnen en relaties van de regering met wereldgigant BlackRock blootgelegd.